Dit is de podcast van de Nationale Denktank. In deze aflevering gaat Suzanne in gesprek met Peter van Verbeek over wat techniek doet met gezondheid en weerbaarheid van mens en maatschappij. We zijn als mens aan zet, maar wel in interactie met de techniek. Want die kunstmatige intelligentie is er en die gaat verder. Ik denk dat je het echt moet zien als een interactie, als een soort partnerschap. Het wordt steeds duidelijker dat we niet alleen maar de techniek aan het ontwerpen zijn, maar ook de mensen aan het ontwerpen, zeker. En daar mogen we nog dichter bovenop zitten. Ik ben Peter van Verbeek, ik ben hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente en ook mededirecteur van het Design Lab hier. En mijn werk gaat over de relaties tussen mensen en machines. Wat doet techniek met de mens en de maatschappij? Wat voor ethische vragen kunnen we daarbij stellen? Maar ook vooral, hoe kunnen we die ethische vragen een plek geven in het verantwoord ontwerpen van nieuwe apparatuur en technologie? Over wat voor soorten technologie heb je het dan? De technologie waar wij het hebben is eigenlijk heel breed. Het gaat van sensornetwerken tot robotica, tot software, AI. Het gaat allemaal om digitale techniek. En mensen noemen dat de vierde revolutie. Hè, waarbij die informatietechnologie niet alleen maar een soort virtuele wereld is, maar ook echt onze fysieke wereld binnenkomt. Het thema van de Nationale Denktank in 2019 is gezond en weerbaar in de digitale samenleving. Wat zijn dan jouw eerste ideeën hierbij? Ja, de kern van een gezonde en weerbare samenleving is volgens mij het vermogen om te doorzien wat die interactie is tussen mens en techniek, of tussen techniek en samenleving. Ja, alsof we de mens met een hele andere kader moeten begrijpen dan we de techniek moeten begrijpen. En daardoor missen we vaak die ongelooflijke nauwe samenhang tussen die twee. En het feit dat ons leven beïnvloed wordt door technologie, en tegelijkertijd dat wij ook als mensen met ethische kaders die technologie ontwikkeling zelf weer kunnen beïnvloeden. En onze gezondheidszorg zal daar denk ik enorm door gaan veranderen. Op het gebied van zowel de diagnostiek, denk ik, als van de zorg. En naarmate meer van onze gegevens ook in een patiëntendossier staan, wordt het ook makkelijker om een kunstmatig intelligentsysteem even mee te laten kijken over de schouder van de huisarts. En even te laten melden van, in vergelijkbare gevallen hebben de meeste artsen tot nu toe dit besloten of zo. En dat gaat dan denk ik weer heel veel implicaties hebben voor de manier waarop we onze artsen willen opleiden. Maar misschien ook wel voor de eisen die we stellen aan goede zorg. De waarden die op het spel staan in de zorg. En sommige mensen maken zich nu heel veel zorgen over de vraag of er nog wel werk overblijft voor de arts, als de computer het beter kan. En ik denk zelf eigenlijk dat dat niet de goede vraag is. Ik denk dat het veel meer de vraag is wat goede zorg is. En wat een goede rol van een arts is als er algoritmes mee gaan doen in die zorg. Maar ik denk ook dat er in de zorg een heel belangrijke ontwikkeling is richting big data in de zorg. Zeker in de mate waar steeds meer wearables dragen en dat internet of things ervoor zorgt dat steeds meer sensoren ook ons lichaam in de gaten houden. Dat leidt ertoe dat allerlei grote techbedrijven nu ongelooflijk veel, onwaarschijnlijk veel geld investeren in gezondheidszorg. Omdat die ervan uitgaan dat zij waarschijnlijk een heel groot stuk van de markt in de gezondheidszorg zullen kunnen gaan pakken. En hoe kunnen wij er ook voor zorgen dat een burger op een goede, kritische manier in staat is om te gaan met al die informatie die de digitale technologie hier oplevert? Hoe zie je de praktische invulling van weerbaar en gezond blijven in de digitale samenleving? En die veerkracht, die vergt volgens mij dat we eigenlijk op drie manieren in contact treden met die nieuwe technologie. Die veerkracht die zit hem aan de kant van de gebruiker van de techniek, die zit hem aan de kant van de ontwerper van de techniek en aan de kant van de beleidsmaker die de techniek maatschappelijk inbedden. De ontwerper kan in haar werk allerlei waarden en normen en maatschappelijke implicaties meenemen. En dat gebeurt denk ik nu soms te weinig of te veel vanuit een eenzijdig economisch georiënteerd beeld. En dat zouden we veel ruimer kunnen inzetten door iets als responsible design te ontwikkelen. Als belangrijk onderdeel van die maatschappelijke veerkracht rondom technologie. Een gebruiker, de tweede categorie dan, die wordt denk ik veerkrachtig door iets als technologisch burgerschap. Als we onze burgers een kritisch denkvermogen meegeven ten aanzien van technologie. En kritisch laten begrijpen hoe technologie invloed heeft op je persoonlijke levenssfeer, op je sociale relaties, op hoe je dagelijks leven inricht,
maar ook op maatschappelijke structuren, machtsverhoudingen, insluiting en uitsluiting, et cetera. Als je die dingen kritisch kunt doorzien, dan kun je als burger ook veel beter op je eigen manier vormgeven aan een leven in een technologische samenleving. En dan de derde categorie is de categorie van de beleidsmakers, de politiek of de ziekenhuisdirecties, of waar mensen keuzes maken over hoe technologie maatschappelijk of in een organisatie wordt ingebed. En dat vergt ook, denk ik, het vermogen om te anticiperen op mogelijke impact van techniek. En ook te identificeren, niet alleen maar van de technologische functionaliteiten ervan, maar vooral ook van de impact daarvan op wat we waardevol en belangrijk vinden. Alle drie samen dat het iets als veerkrachtigheid, veerkracht rondom technologie kunnen opleveren. Kun je voorbeelden geven wat uitdagingen zijn? Ik kan wel een aantal dingen opnoemen waarvan ik denk dat ze in ieder geval uitgedaagd worden door de nieuwe technologie. En het zit hem denk ik op onder andere zoiets als verantwoordelijkheid. Wat is verantwoordelijkheid nemen? Het nemen van verantwoordelijkheid betekent soms ook kunnen anticiperen op de toekomstige impact van iets. Maar hoe kunnen wij nou goed anticiperen op de toekomstige impact van technologie? Maar verantwoordelijkheid heeft ook iets te maken met kunnen handelen. En een kunstmatig intelligent wezen of een expertsysteem kan ook op een bepaalde manier handelen. Kan een arts bijvoorbeeld advies geven. Maar als de arts advies krijgt, moet die arts wel van goede huizen komen, denk ik, om een kunstmatig intelligent systeem tegen te spreken. Op grond waarvan doe je dat dan? Hoe kan een arts nou weer verantwoordelijkheid nemen? Kan een robot zelf verantwoordelijkheid nemen? Als je een robot de taak geeft om mensen te verplaatsen of zo, of een zelfrijdende auto om mensen van A naar B te brengen, hoe kun je dat op een verantwoorde manier laten plaatsvinden? Zeg maar, één zo'n kernbegrip uit de ethiek, verantwoordelijkheid, blijkt helemaal niet meer zo soepeltjes te passen op de digitale technologie van nu. Volgens mij is de ontwikkeling en wat wij graag willen als mensen, wat we willen bereiken, is altijd hand in hand gegaan met technologische ontwikkelingen. Het knikt altijd een van de meest bevrijdende inzichten uit de techniekfilosofie, of eigenlijk uit de filosofische antropologie, hè, het filosofische nadenken over de vraag wat een mens tot mens maakt. Als je probeert de mens te snappen, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om technologie onderdeel van de mens te maken. Als je er goed over nadenkt, zouden we eigenlijk een dier met een minteken. Hè? Een dier waar iets aan ontbreekt. Ja. En we hebben die techniek om iets te compenseren wat we missen. En we hebben geen dikke vacht, dus we moeten vuurtjes stoken. We hebben geen enorme sterke kaken, dus we moeten met alle instrumenten eten. Als je dat erbij optelt, hè, dat volgens al die theorieën juist het feit is dat wij handen hebben. Hè, dat is wat ons tot mens maakt. Dat we dankzij die handen ook werktuigen kunnen gebruiken. En dingen niet met onze bek hoeven vast te houden, maar met onze handen kunnen vasthouden. En dat dat ook weer de creativiteit stimuleert en het geheugen. Dat je onthoudt hoe je al die werktuigen kunt gebruiken. En de taal, dat je dat aan anderen kunt uitleggen. Maar dan zie je eigenlijk dat techniek helemaal verweven is met de mens. En hoe wij zijn ontstaan, ook gewoon simpelweg als biologisch wezen. Als je die lijn dan doortrekt, dan staan we volgens mij nu op een hele spannende plek in de geschiedenis. Omdat die kunstmatige intelligentie, die we nu aan het ontwikkelen zijn, en die vierde revolutie van digitalisering, die zich nu uitrolt, eigenlijk volgens mij ook een nieuwe fase in die technologie opent. Het is een soort cognitieve technologie die we aan het ontwikkelen zijn, die ons denken aan het beïnvloeden is. In die zin is het wat mij betreft te vergelijken met iets als het schrift, hè, dat we opeens dingen gingen schrijven, of op de boekdrukkunst, hè, dat we teksten op grote schaal konden verspreiden. En door het schrift is ons geheugen anders gaan functioneren, en kunnen we zelf steeds minder onthouden, maar tegelijkertijd wel steeds meer dingen natuurlijk opschrijven, waardoor we een soort extern geheugen hebben ontwikkeld. Dus ons geheugen is veranderd. En ik denk dat de boekdrukkunst ongelooflijk veel heeft gedaan voor de democratisering van kennis. Die opeens niet meer in de kloosters opgeslagen zit bij de monniken, maar die de maatschappij ingaat. En waarbij mensen vanuit de maatschappij kritisch kunnen nadenken en zich de wetenschappelijke kennis eigen kunnen maken. Dus techniek zien als onderdeel van de mens betekent ook je realiseren dat de techniek van nu een nieuwe mens aan het opleveren is. En daarmee geeft het ook de verantwoordelijkheid om daar kritisch, creatief en verantwoord mee om te gaan. Heb jij nog tips, ideeën,
denkrichtingen voor de komende denktank? Wauw. Nou, wat mij een hele interessante insteek lijkt te zijn, is om te kijken of je met methodes in design thinking iets zou kunnen bereiken. Dus of je niet alleen maar je af kunt vragen wanneer we een gezonde samenleving en een veerkrachtige of weerbare samenleving hebben, maar ook hoe we die zouden kunnen ontwerpen. Waarbij je dan wat mij betreft dat design thinking vooral zou moeten loslaten, opnieuw, hè, op het kritische burgerschap van de gebruiker en het verantwoord ontwerpen van de techneuten en het verantwoord innoveren van de beleidsmakers. Af te vragen of dat nou een goede manier zou zijn om de gezondheidszorg in te richten met kunstmatige intelligentie. Dan zou je wel eens op hele interessante oplossingsroutes kunnen uitkomen. Wat voor mensen willen wij zijn? Misschien is een hele abstracte filosofische vraag, maar als je naar technologieën gaat kijken vanuit die vraag, wat voor maatschappij en wat voor mens is nou uiteindelijk het resultaat van deze technologieën en deze manier waarop de maatschappij die technologieën zich toe-eigent en ontwerpt, dan heb je denk ik een heel andere vraag. En dan wordt het veel meer een soort kritische ontwerpvraag dan een vraag waarbij je toch een beetje buiten de publiek gaat staan en je afvraagt welke je wel en welke je niet wil.